Wil jij een driefasenmotor kunnen aansturen op 230 volt? Dan moet je nu even opletten. In deze video ga ik je laten zien hoe je eenvoudig een driefasenmotor kan aansluiten op je systeem met gewoon 230 volt. Door gebruik te maken van een frequentieomvormer. En behalve dat je hem dan mogelijk maakt om hem te gebruiken op je gewone stopcontact, zeg maar, kan je met een frequentieomvormer nog veel meer. Dat ga ik allemaal uitleggen. En om dat uit te leggen gebruik ik de motor op mijn bandschuurmachine. Mocht je dan denken, nou, gaaf machine, wil ik ook wel. Kijk dan even de link in mijn beschrijving, want je kan hem zelf ook bouwen. Maar als je dit nou wil doen, wat heb je daar dan voor nodig? Nou, natuurlijk je driefasenmotor, maar waarschijnlijk heb je die al als je dit filmpje kijkt. Een frequentieomvormer en een stukje draad. En als je die frequentieomvormer gaat kopen, let er dan even op dat je er eentje koopt die geschikt is voor 230. Want je hebt ook zeker zoveel, of misschien wel meer frequentieomvormers, die gewoon van driefase krachtstroom naar driefase krachtstroom gaan. En daar sta je dan mooi te kijken met je 230. Ik heb in de beschrijving heb ik deze gelinkt en de andere die ik in mijn draaibank heb gebruikt. Ander type. Dus die kan je veilig kopen voor dat soort toepassingen. Dus, maar wat is nou het voordeel van een frequentieomvormer? Nou, behalve dat je hem dus je driefasenmotor kan gebruiken op het eenfase netwerk. Zou je kunnen zeggen van ja, maar ik koop gewoon een eenfasenmotor, kan dat ook. Ja, maar deze heeft wel een aantal voordelen en dat is ook de reden dat ik hem hierop gezet heb. Namelijk, je kan met de frequentieomvormer kan je de snelheid regelen. Wat gewoon heel fijn is. Dus voor zo'n bandschuurmachine wil je soms heel hard draaien, soms wat minder hard. Met die frequentieomvormer kan je dat tot best wel een groot bereik kan je dat regelen. Dat is lekker. En wat ook een optie geeft, is dat je hem van extern kan aansluiten. Dus op mijn draaibank heb ik dat. Dat je hem met een externe knop vooruit achteruit kan laten draaien. Op mijn vorige draaibank had ik ook een knop aan, uit en een externe potmeter. En je zou hem zelfs met Arduino of een PLC aan kunnen sturen. Maar daar kom ik zo op terug hoe je dat doet. Het nadeel van een frequentieomvormer is natuurlijk dat die... het is een extra ding wat je moet kopen. Een frequentieomvormer als deze kost zo rond 150 tot 250 euro. En dan heb je een niet IP-rated, dus die kan niet zo goed tegen stof en niet zo goed tegen vocht. Zou eigenlijk niet zo geschikt zijn voor in de werkplaats, maar ik heb er inmiddels twee al een paar jaar liggen hier in de werkplaats. Onder het stof naast mijn bandschuurmachine en het gaat eigenlijk altijd goed. Dus niet per se een aanrader, maar ja, het scheelt gewoon echt een hoop geld en het gaat dan maar altijd goed. Ander nadeel is dat het een extra stukje is wat je toevoegt in je systeem natuurlijk. Een gewone driefase motor, bam aan, bam uit. Of één fase, ja, daar kan niet zo heel veel in mis. En zo'n frequentieomvormer, die kan nog wel eens een foutmelding geven. Voordat je nou een frequentieomvormer gaat aanschaffen voor bij jouw motor, let er dan even op dat niet elke motor van drie fasen ook met een frequentieomvormer aangestuurd kan worden. Bijna allemaal, maar er zijn wel een paar uitzonderingen, kwam ik pas achter. Op mijn nieuwe draaibank zit een dalende motor. En dat is een driefase motor met twee snelheden. Hij kan hoogtoerig en laagtoerig. Super handig. Dan heb je dus ook dat snelheidsbereik. Maar dat maakt wel dat door die speciale wikkeling een frequentieomvormer op 230 helaas niet werkt. Of in ieder geval niet goed werkt. Volgens mij is er wel een manier om het te doen, maar het is het niet waard. Dus let er even op. Gelukkig kan je dat heel makkelijk zien, namelijk op het typeplaatje. Op het typeplaatje zie je dan staan... Op het typeplaatje zie je dan staan 230 met een driehoekje erachter of 400 met een ei of een... het lijkt een beetje op een eitje erachter. Als dat erop staat, dan kan je hem goed gebruiken voor een driefase aansluiting. Nu we toch bij dat driehoekje zijn. Een driefase motor kan je op twee manieren aansluiten. In ster en in driehoek. En beide hebben ze voordelen als je op driefase gebruikt. Maar als je hem op 230 wil gebruiken, dan is het enige wat je moet weten dat hij in delta moet staan. En dat kan je gelukkig heel makkelijk zelf aanpassen. Zul je onder dit kapje kijken waar alles zit wat je nodig hebt om hem aan te sluiten. Dan kan je gelijk zien hoe je hem wisselt tussen ster en tussen delta. Dit hier zijn de draden die naar de spoelen gaan van de motor. En door middel van deze plaatjes kan je instellen of die dan in ster of in driehoek staat. Nou, deze staat al in driehoek gesteld, maar als je een motor koopt staan over het algemeen deze drie plaatjes tussen deze contacten. Dan staat die dus in ster en is die niet geschikt om op 230 te gebruiken. Dus wat je moet doen, moertjes hier loshalen en de plaatjes zo zetten zoals hier. Dit staat ook allemaal in het binnenkant van het kapje van de motor aangegeven altijd. Als je vervolgens dit hebt, sluit je op één kant, op U, V en W, drie draden aan die vervolgens naar de frequentieomvormer gaan. Waar je vervolgens diezelfde U, V en W weer terug ziet komen.
onder het kapje hier. Het leuke van een driefase motor is dat het niet uitmaakt welke van de draden je waarop aansluit. Mocht je hem nou hebben aangesloten en hij draait de verkeerde kant op, draai dan simpelweg deze en deze, of die en die, twee draden om en dan draait hij de andere kant op. Nu we hem hebben aangesloten kan je hem aanzetten, maar voordat je hem gaat laten draaien zijn er nog een aantal dingen die je moet instellen. Op zijn minst moet je altijd het toerental instellen, het vermogen van de motor en de spanning. En voor sommige frequentieomvormers staan er nog wat andere dingen, maar die staan altijd in de handleiding van jouw specifieke frequentieomvormer vermeld. Behalve de dingen die je verplicht moet instellen, zijn er ook een hoop dingen die je kan instellen om hem gewoon net even wat anders te laten lopen of wat anders te laten gedragen. Zoals bijvoorbeeld de startsnelheid en de stopsnelheid. Ook dit is voor elke frequentieomvormer anders, maar eigenlijk elke frequentieomvormer kan je ook extern aansturen. Daarvoor heb je deze rij met connectoren zitten. En hier kan je van alles op aansluiten. Je hebt hier een 24 volt bron en een 10 volt bron. En die kan je bijvoorbeeld gebruiken om tussen die en een van die punten een verbinding te maken met een knop of met een draaischakelaar. En op die manier kan je hem extern laten starten, laten stoppen. Zo heb ik dat bijvoorbeeld op mijn draaibank ook gedaan. Als ik deze hendel naar beneden beweeg, dan gaat hij aan naar links. Draai ik hem de hendel naar boven, dan gaat hij aan naar rechts. Dus wat ik daar gedaan heb, is de 10 volt... In dat geval op S1 en S2. Hier zit het weer net even anders. En op die manier kan je hem extern starten. Hetzelfde kan je gebruiken met een Arduino bijvoorbeeld. Door een van die inputs te kiezen. En de Arduino een signaal te laten geven of een snelheid te laten geven. Die vervolgens overgenomen wordt door de frequentieomvormer. Dus op deze manier kan je met een Arduino zo'n hele grote driefase motor aansturen. Als je alleen om externe bediening te doen is, zou je er ook voor kunnen kiezen om dit paneeltje los te schroeven. Kabel ertussen te doen. Dit is overigens niet voor alle frequentieomvormers zo. En dan kan je gewoon deze ergens gebruiken om hem extern aan te sturen. Want hier heb je al die controls zitten. Je hebt run. Stop. En als die draait. Wil je nog meer van dit soort video's zien? Kijk dan even de playlist. Want ik heb nog veel meer tools en tips en andere video's voor je klaargezet. Zie je daar.